Dag beste kijkers, leuk dat je kijkt naar Lokaal Omroep Stijn. Verkennen we al stellen dat de vastelavond van een volle hevigheid is losgebarsten. In onze gemeente zijn inmiddels alle prinsen bekend. Tijd is om deze hooglustigheden aan de vuur te stellen. Kijk hem even met naar onze prinsengalerie. Bij de senioren, dat is ook voor een nieuwe prins gekozen en we gaan eens kijken wie dat geworden is. Kijk eens aan, zijn we hier op de goede plaats bij de senioren? Dat is ze zijn. Mogen we eens even komen kennismaken? Ja, zeker, kom maar binnen. Dank je. Ja, de prins Deco zal de deur open. We zijn hartelijk ontvangen, maar we willen u toch eens laten kennismaken met de prins van de senioren. En wie is dat dan geworden? Ja, de naam hè, natuurlijk. Ja, dat is Giel Nicolaas. Ik ben geboren in Alsbaar, ik ben in Geul groot geworden, in Stijn getrouwd, waar ik nu al meer dan 45 jaar met heel veel plezier woon. En dit is toch het schoonste wat me eigenlijk, met van het schoonste wat me gebeurde is in Stijn. Dat mogen we wel stellen, maar zijn 40 jaar geleden is er nog wat anders schoons gebeurd. Hè? Want we hebben zo'n mooie prinses. Hè? Ja, ik heb 45 jaar geleden zijn we dus getrouwd. En ja... Het gaat nog altijd goed, hè? Stel zijn sfeur. Ja, dat is prinses Mien, hè? Oftewel Mien van Jan Gelis, hè? Hier in Stijn bekend. En ja, ze kennen ze ook van heel veel activiteiten waar ze bezig met is. Nou, Mien, dan meteen even binnenvallen en provisie op met de prinsesschap. Wat kennen de lucht van hier in Stijn? Ja, toch Mien van Jan Gelis ben, getrouwd met Giel, daarvan de meeste, denk ik. Ja, ik doe nu nog bij de KBO waar ik en zo. Ik heb een beetje vetserennummer met geholpen broodjes gesmeerd, van al gedaan. Ja, een actieve dame. Ja, kerkbeleidjes rondbrengen. Ja, ook belangrijk hè. Giel, ja, uw werkzame leven, moet je nog werken? Denk je niet hè? Nee, ik ben nu 2 jaar gepensioneerd en ik heb 39 jaar voor buschauffeur gespeeld. Van tevoren heb ik op Macintosh gereden en met de melk rondgegangen. Ik heb van alles gedaan. Nou, ze is voor buschauffeur gespeeld. Ik hoop dat ze fatsoenlijk gereden hebt. Nou ja, ik hou toch 32 jaar schadevrij dus. Ja, ja. En dan hou ik wel een chai. Maar het wordt niet noemenswaardig, maar ja, het wordt me toch aangereken. En dat ligt binnen, het spaart ik weet was. Ja. Maar in ieder geval, buschauffeur, ik denk dat de meeste steendeneren echt wel van kennen. Ja, daar heb ik ook heel veel reacties van jullie die wat bij mij op de bus gezeten hebben. En die wat me daarvan kennen. Want ja, als altijd leuk contact is met de lui en de lui goed verzorgd, dan krijg je toch op een of andere manier altijd terug, zeg ik. En het is gewoon geweldig, de reactie van de lui van Stijn allemaal. En ook Boetestein, daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. Dan werd het ook zo voor dat ze het allemaal gedaan hebben. Zeg. Ja, zo is dat. Giel, de uitreuping, in november is het al geweest. Er zit altijd als eerste vereniging die daarmee gaat beginnen. Ze worden tamelijk ludiek, hè? Want hij is nog een illustre voorganger, dacht ik. Ja, ik hou een nep Sinterklaas, daar ging daarmee en ik moest een zwarte Piet metgaan. Dus, maar ik hou de pad flink over de oren getrokken, dus dat ze mij niet koosten en niet zorgen bij dat voor. En dan moest ze toch van de ene kant naar de andere kant van de zaal. Maar het was wel een heel belevenis, ik voel het wel echt chic. Is het dan toch, wie alle prinsen zeggen, flink zenuwachtig van tevoren? Nee, op dat gebied heb ik dus graag een last van zenuwen, maar ja goed. Ik ben helemaal rustig en dan, ik laat dat gewoon op me af komen. Ik niet alleen maar ervan. Als ze zenuwachtig is, dan krijgt ze de helft maar niet met. Dus dan moet ik wel alles mee krijgen. Ja, ja. Ik vond het prachtig gewoon. Ja. Mien, wanneer zit je hier gevraagd geworden? Nog een keertje in de bus, we vertrokken komen voor vakantie. 8 augustus, gelukkig zijn we gelukkig daar gekomen. Dus toen zijn we gevraagd geworden. Dat is al vroeg. En dan moet je het, dan zeg je ja, en dan moet je het dan stilgenomen. Ja, maar de moelels, maar in zijn geheel, dan ga je dat wel goed. Ja. Maar als ze gaat beginnen te zeggen dan. Ja. Dus je hebt het tegen iedereen moeten stilhouden. We hebben het stilgehouden tot mijn verjaardag in oktober, wie in oktober, hebben we het pas de kenner verteld. Ja, je kent het dan, de uitreiking is bij in november. Hè? Ja. Ja, en dan is toch die ontlading daar. Wie stort je dan in de zaal? Want hier werd wat uitgekomen. Ja, dat is best wel vreemd. Ja. Ja, en de woorden te staan, ja, die zachten dat trekken. Die worden er aan die gaan vragen. Hè? Ja. En dan de moelauten. Ja. Maar dat is toch wel goed geluk? Het is gelukdagig, ja. Het was inderdaad een grote verrassing wie Giel naar voren komen en de reacties in de zaal te werken. Dat mag voor wat stellen.
Ja, het wordt een enorme reactie, want ik kalm met iedereen. Ik hou het eerst met die van de Garden, hè, weet je wel, een flauwe kerel. Ja, toen dan die van Nattenhoven en bij de Burg ook. En dan naar het dorp, daar waren we met gekald. Ja, daar kan ik altijd met. Ja. En de Spaarsband heb ik zelf ook in gespeeld. En daar hou ik enigheid in de gaten dat ik er zo zin. Want ja, ik ga altijd van de ene naar de andere, want nu moet ik me echt houden, want ik kan niet met iedereen gaan kallen. Ja. Dan moet je in de middag gewoon zeggen, maar dat vingerjurgis, dat is een orde van Prinsen. Ja, ja. Dat ze meer op één plaats moet blijven staan. Ja. Want ja, ik ben een mens die altijd met lui omgeet en altijd bezig is met de lui. Ja. Ja, daarmee hebben ze ook een goede keuze gemaakt. Mag je als Prinsenpaard te kiezen dan dit jaar, hè? Mag ik wel stellen. Ja, andere reacties van de lui, als ze zoiets wat, ik vind het zo schoon voor je en alles. Ja. Als we nu voor 2 of 3 delen naar het winkelcentrum moeten gaan, moeten we toch 2 woorden van uittrekken. Want de lui die kallen met ik, want het is een morgen of het is een middag, ben ik even nog tussendoor naar het winkelcentrum geweest. En dan moet ik echt zeggen van ik moet komen langs. Dan kom ik gaan het even, dan doet het 2 uur. Dus. Maar goed, in ieder geval volop geneten voor u, voor dat seizoen wat nog voor u staat. We besluiten meestal met een motto of een spreuk van een prins. En is de vraag, heb je hier ook een spreuk? Ja. Min zit al bevinken toch? Wil je hem zeggen? Laat Min maar zeggen. Niet lang kallen, maar knallen. Dat is korrel en krachtig, hè? Ja, hij steekt honger dat ding. Dan was hem weer kwijt, hè? Ja, dat word ik altijd even nodig. Het is maar goed dat ze vrouw even te hebben gestolen. Pas op. Ik heb mijn steun aan toegelaten. Ja. Dit is de baas hier. Ja. Goed, dan houdt dat ook zomaar. Mag ik u danken voor het ontvangst wat we hier gekregen hebben. En nog een heel fijn seizoen toewensen. Veel geluk daarbij. Dank u. Graag gedaan. In Meers is het niet moeilijk om te kijken waar de prins woont, want er is maar te loeren naar een van de mooist verseerde huizen en dan zijn we in de Joffrestraat aangekomen. We gaan eens even nader kennis maken met ze. Zo, we gaan eens even aanbellen, kijken of we kennis kunnen maken met de nieuwe prins in Meers. En daar is er, de vorst, Harry Schmeets, goeiedag. Goedemorgen, Ton. Harry, mag ik weer komen kennis maken met uw nieuwe prins? Dat mag zeker. Ja, dat mag. Kom je binnen? Mag, ja, natuurlijk. Oké. Okay. Ja, Harry, jij is al binnengelaten. We hebben al een tas koffie gekregen. Ja, dat is toch een mooie ontvangst hier in het koele Kopperriek. En dan stonden we meteen even de frisse, nieuwe prins van de Koele Cup. Ja. En dat is dan geworden, uiteindelijk? Michael de Eerste. En de het van achter? Konings. Dus in navolging van het koninklijke huis, Beatrix is weer prinses geworden en hier wordt de koning prins. Ja, precies, ja. Ja. Ja, op de presentatie zijn we even komen kijken bij het uitropen. Daar stonden weer alle prinsen die op de pol stonden achter een groot scherm, hè, met een cupje door een groot zeil. En die Michael, daar stond de hoogtuisje. En wat zei hij uiteindelijk, wie ze hem komen vragen, gebeurt het dadelijk? Echt niet. Echt niet? Ja, uiteindelijk wel, hè. Ja. Och, nage, Tiaan, Elf, en Jezus. Dat zijn er van die twee. Maar hij stinkt ook in onze bol. Hij is wel uit, dat gaat hij erop. Hij zei, ik ook niet. Maar toch, Michael Konings. Prins Michael, de hebben ze ervaring met prinschap, heb ik begrepen. Ja, in 1984 word ik jeugdprins van de Tuurauto's in Guttekoven. En nu uiteindelijk prins van Meers geworden. Dat moest je het verdoen om in Meers binnen te komen, en zeker in de koele Kopperriek. Wat heb je gedaan? Veel centen moest hebben om binnen te komen. Nee, ik heb leuk prinses getroffen in Meers. En zo zijn we hier terecht gekomen. Dat dacht ik, dat heb ze begrepen. Want ja, zo gaat ze niet lopen. Hè? Nee, echt niet. Kies maar eenmalig. Hè? Ja. Meteen even doorhengelen. Diana, wie heb je graag leren kennen? In de Swingenstein. Ja, lang geleden. 25 jaar terug. Ja. Ja. Ja, dat kan ze nu rustig zeggen, want het ding besteedt niet meer. Nee. Ja. En dan komt er een jongen uit Guttekoven en daar zit er een meisje en denkt, hey, ik ben een keer jeugdprins geweest. Ik zou wel eens een keer grote prins willen weren naar zo'n proces. Ja. Ik hou dat al een tijdje geleden willen, een paar jaar geleden. En
uiteindelijk is het dan niet gebeurd. En toch blijf ze hopen om dat toch nog eens een keer te werken. Ja, uiteindelijk kwamen ze me dan toch vragen. Ja, dan kon ze geen nee op zeggen. Ja. Dus het is geen belemmering als je in een andere plaats jeugdprins bent geweest om dan in de nieuwe gemeenschap de grote prins te worden? Nee, want ik voel me eigenlijk goed toe in het dorp. Ja. Dat is zo schoon, dat werven elk jaar werven die prinsen van wie schoon dat het de Meers is. Nou, uit ervaring wijs geworden, het is ook schoon de Meers. Ja, en dan Diana, Digges prinses, hier in Meers. Ja, misschien nog een lange wens, maar wanneer zijn ze terug komen vragen? In september zijn ze bij ons geweest, ja. Ja. Dat is erg op tijd, hè? Dat is erg op tijd, ja. En ook een lange tijd. Ja, want dan moesten ze gewoon zwiegen, hè? Ja, Nemes wist het ook. Nemes, mam niet. Ja. En uiteindelijk, tot 3 weken geleden, hebben we het de ouders allemaal verteld. Ja, de veel toch wel gaat voor me gaaf. Ja, ja. Kent ze met Emes erover kallen, hè? Ja. Ja. Wordt voor dich nu ook, ja, hij heeft het dan met gemaakt als jeugdprins, maar wordt voor dich ook al jarenlang een wens als al die meisjes uit Meers prinsessen weer? Ja, eigenlijk jaren. Ik ben eigen een carnavalsgek, ja. Word je ook al verbonden met de carnavalsvereniging? Ja, we zitten bij de trekzaak. Ja, ja. Dus goede contacten met de Coole Cup? Ja, 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 ja. Prima. Ja. En dan heb je toch op het een of andere manier onderscheiden, hè, Michael. Wat is in het dagelijkse leven? Wat kennen de Ludwig van? In het dagelijks leven ben ik zzp'er, heb ik een eigen lagebedrijf. En een roestvrij stal. En daar vragen ze me meestal voor Ludwig voor een particulier, voor leuningen of zo te maken. En hoofdzakelijk werk ik eigenlijk in fabrieken. Mm-hmm. Toen maak ik leidingwerk en machines. Dat is mooi werk. Ja. Zit in dezelfde branche. Okay. Nog toch niet. En Diana, dich? Ik heb een schoonheidssalon. Ja, aan hoes. Wat een inkoppertje, hè? Ja, nu weet je wat vandaan komt. Ja. Hobby's? Ja, hobby's. Dat, nu eigenlijk, mijn vroegere hobby was motorsport. Maar uiteindelijk, nu dat de jongens allebei voetballen, ben ik helemaal in de voetballen terechtgekomen. Ja. En niks met muziek, even met de link naar de pap toe? Vroeger wel, maar nu uiteindelijk niet. Nee. Word je daar nu op aangesproken van, oh, dat is de zoon van? Ja, heel veel. Ja? Heel veel, ja. Ja, voor de tv-kijkers even vertellen van, wie is die in de pap? Is Jan Keunings van Cartouche. Ja. En daar komen ook speciaal naar de Uitreuping, hè? Ja. Want nu zat de Björk in de familie, ja? Helemaal, ja. Ja, na een verrassing dat de Cartouche komen voor het toch voor de vuur geregeld. Ik had het zelf geregeld, joh. Ik had met Guus gebeld en dan zei gelijk, je ging kijken of het koos. Ja. En die hebben het ingepland. En die jongens wisten het dan in het oog pas dezelfde avond. Ja. Ja, dus dat was super dat ze er waren. Ja, ja, het viel mee op. Ik kwam bij de Uitreuping weer met een snap vuur aan. En toen zorgde dat zich alle leedjes van vuur te achter met zongen zijn, nog solo. Ja, ik ben eigen een fan van Cartouche, joh. Ja. Ja, leuk. En die hobby's en wie er nog? Ik doe heel graag koken. Ja. Ja. Dat is te zien, ja. 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 Ze deed het goed, hè? Ja, heel goed, ja. Ze deed het ook heel bekend om in de dorp dat ze goed kan koken. Ja. Krijg je dikker gasten? Ja. Oké, okay, ja, ja. Dat zal nu in de carnaval zien nog wel meer er weer dan. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Goed, ik ga nog veel plezier wensen met je prins en prinsessenschap. Maar ja, uiteraard, dich zult, ik zeg wel uiteraard, maar de zult toch ook een spreuk hebben, hè? Ja, in 1985 dan jeugdprins geworden te kopen. En uiteindelijk is dan mijn droom toch goed gekomen om prins te worden van de Coole Cup bij mij. Dat is hem. Ja. Dus dat wordt echt geroepen. En hoe, ja, nou het volgende hoogtepunt, de carnaval zaterdag, hè? Ja, geweldig, ja. Daar kijk ik eigenlijk naar uit. Ja. Ja. Maar dan heb je nog zoveel show aan dag, denk ik. Ja, ja. Want dit jaar shot hier op de laatste wagen, hè? Ja, ja. Ja. Ik ga nog even vullig door langs en dan ga ik me even naar onderen. Want we hebben in Meers natuurlijk ook vanuit Zwolle een jeugdprins en dat is? Sid. Sid, en wie het met achternaam? Konings. Is dat toevallig familie? Ja. En wat ben je sticht aan? Wat ben je sticht in de familie van Konings? Ik ben de zoon van pap en... Aha, aha. Dus het is een familiebedrijf hier dit jaar. Ja. Het zit bij jou in de familie? Ja. Ja. Op welke zwal zit het tegen? Hier in Meers. Dat is lekker kort bij, ja. 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 Welke klas? 6. 6, dat is al redelijk op weg, hè? Ja. Ja. Wie hebben de kinderen op de zwal gevonden? Wie zorgt dat de sticht jeugdprins was? Ja, ze vonden het ook chic en al. Ja? Ja. Ja. En wat ga je sticht nu allemaal nog doen met de vastelovend? Hebben ze er al plannen voor gemaakt? Nee. Of gewoon met papa en mama met? Gewoon met papa en mama met. Ja. En heb je ook een leefspreuk, Just Be Pap?
Ja, ik wil ook wel eens grote prins worden. Ja, dat zou het weer, hè, jong? Ja. Dan zal ze nog even moeten wachten, hè? Ja. Maar gewoon lekker meers blijven wonen, hè? Want dan gebeurt ik ook een keer prins, wij bed. Ja. Maar er zijn veel jongens die het willen weer, hè? Ja. Ja? Maar dan ga je zich lekker amuseren met papa en mam. Ja. Goed zo. Dan kan het niet mislopen in je meers, hè? Want het wordt voor mij, ja, we voorkomen niet binnenvallen. We gewoon altijd even kijken bij de prins en prinsesses. Maar ja, dan de eigen zoon, hè? Ja, geweldig. Ja. Onze oudste is ook al eens jeugdprins geweest. Ja. Ja. Hoe is het? Pleitje compleet, hè? Ja. Ja. Hebben ze wel één voordeel. Ze kunnen nu altijd zeggen, die moest op tijd naar bed, hè? Want ze zijn altijd bierig. Ja. Ja. Lekker lang goed blijven, hè? Ja. Ja. Dat is het voordeel, hè? Je hoeft geen kind oppassen te pakken, want hij gaat met op stap, hè? Ja. 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 Nou, hier zit het, kijkers. Meers heeft weer een geweldig prinsenpaar. Met zelfs de jeugdprins in eigen hoes. Ja, wat wil ze nog meer? Het wordt weer geslaagd, carnaval hier. Dus wat dat betreft, op naar Meers, carnaval zaterdag, de Grottenoptocht bekijken. Met dit paar op de laatste wagen, trots van Meers. Dank u wel. En zo zijn we alweer bij de volgende prins terechtgekomen. En dat is wel die van de Steenderbuk. En die gaan we ook eens keer aan het voorstellen. Beter gezegd, we laten hem zichzelf even voorstellen, want hij is mondig genoeg. De prins bij de Steenderbuk dit jaar. Ja, dat is Roger Timmermans. En ik woon in Steen in de Batenburgerstraat. En ik werk in Maastricht bij Maasveld bij de gehandicapten. Daar ben ik bij de technische dienst. Daar doen allerlei klusjes opknappen. En dat bevult me perfect, dus dat is heel goed. En verder in mijn dagelijkse leven, ja goed, fietsen, hobby's en zwakken allemaal, hè, dat doe ik allemaal. Dus ja, ja. Ja. Een druk baasje dus. Ja. Ik ben wel bezig, ja. Ja, mogen we wat stellen. Ja. Maar, verder vertel ik nou die prinses gewoon. Ja. Doe best geen onbekende in de carnavalswereld in Steen, hè? Nee, nee, nee. Ik ben 2 jaar geleden ben ik bij mijn broer, dat was Ronald, was toen prins. En dan ben ik adjudant geweest. En zodoende hebben we nu de rollen omgedraaid. En ja, dan ben ik prins geworden, is Ronald adjudant geworden, ja. Ja. Dus Roger, mogen we dan ook concluderen dat dat al lang gekriebeld heeft? Ja, ja, ja. Dat is toch wel een jongensdruim, dat is al heel lang ups. Nooit gedacht dat er zou goed komen en ja, wie ze mij toen vroegde, toen had ik ook gezegd, daar hoefde ik niet langer voor na te denken. Dat wat drek, joh, daar hoefde ik niet over na te denken. Ja. Ja. Geen gebeurtige steen, hè? Nee, 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 nee. Ik ben geboren in Geul. Zo zie je de broer, hè? Ja, 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 ja. Maar goed, we hebben daar een half jaar gewoond en daarna zijn we direct naar Steen gekomen. Dus eigenlijk, ja, best een jaar leven toch al in Steen, joh. Ja. Ja, ja. Ja. En Geul hebben ze ook buk, hè? Hebben ze ook buk, ja? Ik dacht het wel, hè? Ja, ja, ja? Oh, oké. Okay. Oh, dat wist ik niet, ja. Ja, ja. Dan zit het toch goed. Ja, ja, ja. Ja, die de broer, de adjudant. Ja, nu steekt hij achter dicht, hè? Ja, ja, ja. Ik heb hem de ganze tijd geholpen met van alles. En nu gaat hij doen. Dus ja, dat is wel bijzonder, moet ik zeggen. Ja. Het was echt, dat jaar was gewoon geweldig. En ja, nu is het gewoon aangezomen. Dat is ook super, dat is echt chic. Ja, ja, ja. Zeg, en neven dich, een charmante prinses? Ja, 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 ja. Inderdaad, een charmante prinses is Irma. Ja, dat is mijn prinses. Ja, 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 dat klopt. Irma, ja, dich heb ze 2 jaar geleden ook alles metgemaakt aan de ziekenhand. Hè? En ja, nu dan zelf prinses. Begon het bij jou ook al de kriebelen 2 jaar geleden? Oh, ik heb er nog heel even aan moeten wennen, eerlijk gezegd. Ja. Ja. Ik vond dat achtergrond wel fijn eigenlijk. Maar nu ik een beetje erin zit, vind ik het wel immer leuker weer. Ja. Ja, de familie heeft misschien met over de streep getrokken, hè? De familie, dat is goed geholpen, ja. Als die prins ervaring al in de familie zit, hè jong, dan werkt dat wel met, hè? Ja, dat is waar, ja. Irma, wat is het in het dagelijkse leven? Waar kennen jullie een steendichtmachine van? Ik heb mijn eigen kinderopvang. Aha. Dus ik heb een fulltime job, in ieder geval, ja. Ja. Nou, kinderopvang, dan kent ze ook wel met de Steenderbuk, hè? Dat is waar, ja. Is het ook een beetje in het gereel gehouden? Daar heb ik niks op te zeggen. Maar in ieder geval, dat is ook een levendig werkje, hè, de ganse dag tussen de kinderen. Ja, hartstikke chic is dat. Ja. En hoe de Leidster prinses is, vind je de kinderen het wel erg leuk, moet ik zeggen. Ja. Ja. Dat zal het voor de kinderen op toch geven dan? Hè? Misschien wel. Ja, ja. Ja. Heb ze nog hobby's, neven die drukke werkzaamheden? Nee, ik heb het te druk voor hobby's eigenlijk. Ja. Ja. Ik heb 2 zonen, daar heb ik er ook wel mijn handje vol, denk ik. Ja. 2 pubers. Ja.
Roger, ja, het wordt een bomvolle zaal bij de uitreuping op de vrijdag. Wie hebben ze het zelf ervaren? Wie wordt het? Oh, het wordt gewoon geweldig. Het wordt echt super. Het wordt spannend van tevoren. Van, ja, het is toch even dat ze erachter moest gaan staan. Van wie reageren de lui? Maar ik moet zeggen, het wordt geweldig. Het wordt inderdaad in een volle zaal. Iedereen dat joelde, iedereen klapte. Het was, ik kreeg er gewoon kippenvel van. Ga je er wel in de ganzen op en op kunnen blijven staan? Zo geweldig vond je het. Echt waar, ja, super. Hij wordt gepaard met de grote confetti kanon, ja, hè? Dat wordt ook zo, ja. Ja. Ja, heel chic. En we gaan natuurlijk ook even met de jeugdprins praten. We zitten hier wel in een locatie die op een bar ligt, maar het is geen echte café. Dus we mogen hier gerust op de kruk gaan zitten naar Daan. Ja. Daan, wie had ze met de achternaam? Pepels. Pepels, hoor, daar vertel veel van in Steen, hè? Uit welke buurt komt Stig? Oetsteen. Oetsteen zelf. En op welke school zit Stig? Basisschool Kernzijde, in groep 6. In groep 6. En wie vonden ze toch? Wie ze hoort het dat Stig de jeugdprins ging zweren in Steen? Nou, heel chic. Vooral wie ik al boete op de speelplaats stond, toen worden er raak. Ja. Toen keek ik naar de route waar ik zat en toen stond er al meteen op de route geschilderd Prins Daan. Zo. Dus dat was wel heel chic. Ja. Hebben ze ook al gehad voor de gedoen, gezongen of zo? Of Polonaise gelopen misschien? Nou, nog niks gedaan, maar wie in de aula kwam, wordt niks zongen als Prins Daan en zo. Ja. Nou, dat is toch wel chic, hè? Dat zeker. Ja. Dus dat jij nog gaat beloven, dan stel ik de kinger op toch eens in Steen, hè? Ja. Ik denk toch wel dat de Schwalder heel groot gaat uitpakken dan, hè? Dat weet ik zeker. Ja. Zeg Daan, daar hebben ze ook hulp, hè? Daar hebben ze nog een nevelig zitten die wat van alles voor zich deed. Waar is dat? Dat is mijn adjudant Mike. Ja. Mike Haane. En Mike is een vriend van zich? Ja. Ja. Ja, ze werkt zich daar ook, hè? Dat klopt. Ja. En wat moet Mike allemaal voor zich doen? De scepter vasthouden en zo? Zeg, gaat hij in Polonaise lopen of zo? Nou, als ik Polonaise loop, ook hem altijd zelf vast. Maar als ik naar de wc ga, moet er vaak mijn scepter en mijn steek vasthouden. Ja, dat is daarvoor, hè? Ja, heb ik hem ook voor goed gekozen. Ah, kijk. Dus dat is wat ik te wachten steed, hè? Oké. Zeg, heb je ook een levenspreuk, zoals wie Prins Roger? Ja. Ja, maar voor die ook werken vandaag? Ja. Ja. Mijn liefspraak is: met de steen der pukskes, geitjes en de jeugd van Steen lopen we met vaste lovend en in de Polonaise achtereen. Kijk, dat is een nette jong. Daar hebben ze een schwanne voor uitgekozen. Compliment aan. Vergoed nog eens even kijken wat Prins Roger voor liefspraak heeft. Want die willen we ook wel even werken, hè? Ja. Vergoed hem weer de bijholen. Ja. Ja, maar even terug bij het prinselijke paar. Ja, uiteraard wordt altijd afgesloten met de levenspreuk. Dus Roger, ik mag aannemen dat ze zich de groot bedacht hebben op een schwanspreuk. Ja, zeker, zeker. Mijn levenspreuk is: met mij als prins voorop zetten we Steen op zijn kop. Alaaf. Dat is een korte, hè? En dat is een krachtige, dat kunnen we maar doen. Mag ik u een hele fijne vastelovend toewensen met een prachtige optocht in het Steense. En ja, kijkers, er zit ook hier weer een prachtig paar voor deze vastelovend met een ideaal koppel weer voor de jeugd erbij. Dus ook op zondag kunt je terug naar Steen begeven en dan zit je gewoon ook op de laatste wagen. Ja, en ze komen dan ook in het Saaielriek terecht met een prachtig verseerde woning, waarvoor dan eens op zoek gaan naar de prins van dit jaar. En ja, hier komt voor weer in een situatie en de prins heeft er eigenlijk niet over voor te stellen, want er is al elke maand op de televisie bij Omroep Steen, alleen heeft er dan geen muts op. En nu in een andere hoedanigheid. Voor zijn welkom bij Prins Joep de Eerste van het Saaielriek. Ja, Joep de Eerste, maar wel bekend als Joep Hummels, hè? Ja, dat klopt. En dus hij is inderdaad mondelings op de televisie, inderdaad in de raadsvergaderingen. Ja. Want er is een van die 21 mensen wat dan elke maand uitmaken wie een steenwier geeft, hè? Ja, dat maken van niet alleen uit, maar veel zijn in ieder geval voor de gemeentelijke aangelegenheden zijn veel wel verantwoordelijk. Ja. Ja, ja. Joep, ja, dat kennen de luidig van, maar gemeenteraadslid is meestal een bijbaan. Wat deed ze in het dagelijkse leven? Ik studeer in Maastricht nog. Ik werk hier in de zaak die het genoemd heet als zeg maar, ja, barista, het de chic woord voor koffiezetter. Voor de rest zit ik nu bij bestuur van de voetbalclub Haslo als voorzitter jeugdafdeling. Ja, en nu ben ik als prins al druk, dus dat is eigenlijk wel genoeg om me bezig te houden. Ja, wordt het al een wens van dich voor een keer prins te weren? Of is het, even cru gezegd, tactisch in het verkiezingsjaar?
Nee, ik heb altijd gezegd als kleine jongen wou jeugdprins werden. Alleen toen kwam ik niet bij de jeugdraad. Ja, dat wist ze. In de klas wordt geladen, ik word helaas goed geladen. Ja. Toen heb ik gezegd van ja goed, dat werkt dus geen jeugdprins, maar dan zal ik ooit in een jaar seniorenprins, of grotenprins werden. Seniorenprins werden gewoon nog wel in een jaar. Maar grotenprins werden. En dat heb ik gezegd, ik zou het liefste in een jubileumjaar grotenprins werden, maar als ze mij bellen zal ik nooit nee zeggen. Dus wie ze mij gebeld hebben, heb ik gelijk jaar gezegd. Ja, want die kans moest grijpen, hè? Ja, ik heb ook gezegd, als ze nee zegt, dan best het ook niet werd. Dan moeten ze ook op zoek gaan en een andere, dan laten ze zich allemaal links leggen. Ja. De Christie kans, dan moest het grijpen of niet. Ja. Nu is Haslo wel een broeinest voor Prinsen en Nielsen, hè? Op dit moment sowieso, we hebben het als drie. Jeugdprins Jasper Neven, seniorenprins Matt, ik, we zijn alle drie lid bij Haslo. In het verleden zijn er zelf wel bij Haslo geweest, die prinsen geworden. Het is wie ze zijn, daar waren ze goed opgeleid, zal ik zeggen. Ja. Die uitreuping, het wordt een ex-circus dit jaar. Wist ik dat bevallen? Nou ja, ik heb het van de lui in de zaal mogen vernemen. Ik zit achter de schermen van wat veel gebeurt. Kreeg ik heel weinig met. Maar het wordt inderdaad, wie ze zei, een circus. Het wordt een heel kolderieke uitreuping met heel veel humor in. En uiteindelijk hebben we een soort goocheltruc gebruikt, waarbij ik onder een dook uitkom, waar Jaats twee anderen uitkomen en toen echt de versie wordt getoverd. Dus op zich, ik denk dat voor de lui in de zaal een jouw schoon moment wordt. En ook een met grote applaus ontvangen, hè? Ik vond het zelf, denk ik, nog net gaat schoonderen als de lui in de zaal, maar ik word goed ontvangen, ja. Ja, en nu ben je dus al een tijdje met het maken. Wat zijn de dingen waar ze eigenlijk nu naar uitkijkt, zes Prins? Of heb ze misschien al hoogtepunten met gemaakt? Nou ja, kijk, iedere activiteit wat ze deze is aan zich een hoogtepunt. Maar als we eerlijk zijn, ik kijk nog twee dingen erg goed. En ik denk dat Jasper dat ook gaat. Dat zijn de receptie, waar ze in het zuntje was gezet door allemaal die verenigingen, allemaal die particulieren, allemaal die bedrijven. En de optocht natuurlijk, waarbij alle lui van het dorp en ook wel van andere dorpen langs de kein stonden of metlopen, speciaal voor dicht Esperins. Dat zijn toch wat zwaar gewachte punten waar ik nog op stand te wachten. Ja. We gaan eens even naar die jeugdprins. Wat beste? Ik ben Jasper Paas. Jasper Paas. En ik neem aan dat Stig nog op school zit, hè? Ja, ik zit nog op school, ja. En welke? Basisschool De Poelster. En dat bevult het een beetje? Op school zitten, maar hobby's, ja, de grote prins zei het al, ben je een voetballer. Ja. Heb je nog meer hobby's? Boeten spelen. Ja, sowieso, hè. Playstation. Dat zijn de vaste dingetjes, hè, jong. Ja, dat computer wordt eigenlijk wel. Ja, dat wordt het, ja. En hoe druk bezig met het prins zijn, hè? Ja. Hoe vonden ze het op de school? Wie ze hoort het als sticht door prins ging zweren? Ja, eigenlijk prins van ganse helzen. Iedereen wordt wat ingrijpig. Ja, want dat is een principalbjeug. Er zijn meerdere jongens die kandidaat zijn. Hè? Die prins kunnen weer een wurstig gekozen. Ja. Ja, dan wil toch iedereen keren op de sticht het best. Hè? Dat is wel duidelijk. Ja. Wat kijk sticht nu naar uit voor de vaste lovensdag? Wat denk je wat er allemaal gaat komen en wat Schwan is? Ja, zoals Joep zei, de optocht. Ja. En de receptie zeg ik ook wel. En ook flink slokgoed gooien met een optocht? Ja. Ja, flink ingekocht? Dat heet jeugdcomité, geloof ik. Ja. Ja. Ja, die zorgen heel goed voor de prins hier in Steenen. In Nijlse bedoel ik, in de gemeente Steenen. Ja, gooi je het allemaal doorheen, jong. Dat geeft het dan allemaal weer. En ja, ook dich heb ik begrepen, hè, want het beukje van de saaie leren naar Zaloet gebracht. Dich hebben ze ook een levenspreuk, hè, of een motto. Ja. Ja? Wat ze moeten kopen? Ja. Nou, dan willen we daar toch een scher waren. Ken je groot en klein, vind je carnaval heel fijn. Als prins maak ik dit seizoen voor op, dat vind ik hartstikke top. Van carnaval wordt iedereen heel blij, dus leed me achteraan in de Polonaiserie. Bij jeugdprins Jasper de Jetsen in de Polonaiserie. Alaf, alaf, alaf. Dat is een schone, ja. Als het een lange is, dan is het toch mogelijk te onthouden, hè? Ja. We gaan nog eens kijken of de grote prins een motto werd. Ja. Eens kijken of hij hem ook werd. Ja? Ja, oké. Okay. Fijne vastelovend. Ja, prins Joep, een lange spreuk hebben we in de saaie leren gelezen, maar nu is het de clue, kent de prins hem ook nog helemaal. Saaie leren gewoon een klein jong en oud. Stom voor de vaste lovend, waar ik zwaar van houd. Met die dag is iedere saaie leer op zijn best. Eerste schoenkert dan nog net gaat heller als de rest. Ik spring en dans dit jaar van smuigers vroeg tot zoveel slaat. Als prins Joep de Jetsen, stond ik vroeg paraat. Alaaf, alaaf, alaaf. Dat is een mooie.
Maar dan moest je niet dat ik gewoon open. Dan geeft veel tijd in kwijt. Je kunt dan opperen van ik niks meer zeggen. Nee, ja, nee, Roy dat zorgt wel dat er als voorst genoeg te zeggen heeft. Ja. De man heeft de microfoon geregeld in de hang en dat laat zich door de zaal wel gelden. Dus ja. Dat mag niet goed. Ja. Morgen namens Omroep Steen en alle kijkers uiteraard ook een hele fijne vastelovend wensje met een prachtige optocht. De energie langs het Hoeskum, dus dat is helemaal ideaal. Hè? Dus wat dat betreft Eelse carnavalszondag, volle bak. Hè? En dan nog die dag te ketelmuziekjury en alle andere evenementen. Dus weer genoeg te doen. Hè? Absoluut, dankjewel. Oké. Fijn dag, oog voor de jeugdprins. Dames en heren, dat wordt onze nieuwe prins, Arno Lemmer. En dan komen we alweer bij een nieuwe prins terecht en dit keer een nieuw dorp. En daar hebben ze dit jaar een hele aparte prins uitgekozen, vind ik zelf, met een hele aparte presentatie. Maar goed, we gaan hem eerst voorstellen aan mij. Ja, ik zou zeggen, zeg het zelf eens even. Ja, ik ben prins Arno de eerste. Ja. Van Nieuwdorp. Van Nieuwdorp. En Arno heet van achteren? Lemmer. Lemmer, dat is toch een naam die niet veel voorkomt in het Steense, hè? In het Steense niet, maar 5 kilometer hierop al. Ja? In Urmond. Ah, kijk eens aan, heb je daar de roots? Ja, daar ben ik geboren en daar komen mijn pap komt er vanuit, mama is van Urmond. En opa en oma, die woonden ook in Urmond. Ja, nou, stadsjong dus. Ja. Zo kent ze neumen. Arnold, toen was al een paar jaar Biederoud van Elf in uw 4 jaar. En dan dit jaar als prins, heb ze zich wel voor aangemeld of wordt de prinsencommissie zo slim en dachten van gewoon zingen? Ja, dat is eigenlijk heel grappig gegaan, want officieel had ik me nooit aangemeld. Ze zijn eens een keer bij mij geweest met die hele rood, met mijn hobby hadden te maken. En toen heb ik eens voor de flauwe keul gezegd van, ja, dat lijkt me best leuk om eens prins te zijn. En toen werd er prins Remol, vorig jaar uitgeroepen. En toen zei hij, ja, ik ben in een carnavalist, een harde leren. En ik wist gewoon, van ja, dit gaat een geweldig jaar werden met Remol. En toen zei ik voor de flauwekul, de dag, na het uitroepen van Remol, nu moesten we een goeie opvolger hebben volgend jaar. En toen zag er met een grijns, ja, dan moet ik prins maken. En toen zei ik zo van, ja, is dat een vraag? Ja, zeg, dan hoef ik niet na te denken, dat is ja. Dus we zeggen al van, ja, voor de veur had dat gebeuren. Ja, al heel lang. Ja, dat is niet een voordeel. Nee, dat moet echt zwijgen. Ja. Veel te voordelig even gewoon naar de beroepen en zo. Ja, die prinses. Ja, dat is prinses Miranda. Ja. Mooi, hè? Ja, dank ik, ja. Ja, dan ging de vooral in Stein, hè. Dat is een paar jaar geleden gelanceerd. Dat voor heel veel leuke prinsessen hebben. Dat sommige worden van heel de eerste prinses uitkiezen. En dan kijken welke prins dat erbij kunnen. Ja, ik denk dat dat hier ook gebeurd is. Ja, dat denk ik ook. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Miranda, ja, dit is prinses van de Steenopweg, ook een wens geweest. Nee, van de Steenopweg. Van Nieuwdorp. Ja, dat, ik ga hem wel aangeven, dat wil ik ook, dus ik volg hem met. Ja. Ja, je ziet geen onbekendbaar, laten we dat voorop stellen. Want we kennen nu al heel lang van op de liedjesconcours van Steen. Ja. Dan heb je er met op de bühne gestangen op de tafels. Op de tafels, ja, dat klopt. Ja, altijd gaat het paars. Ja. Altijd tegen een rode. Hè? Ja, eigenlijk, moeten we deze prins dat gewoon voorstellen. Maar ja, nu best het dus, ja, inderdaad, in een ander. Ja, dat is het grappige, hè? Want we komen nu op heel veel plaatsen en de ene zei van, daar komt prins Nol. En een andere zet, dan komt prins Arno. En weer een andere zet, dan komt Arnold. Ja, maar het is Arno.
Ja, het is Arno. En ja, en dan ben je naar nul kunnen brengen. Dan is nul, je nul, ja. Nul, ja. Ja, ja. Wat is in het dagelijkse leven? Ik heb een eigen bedrijf, een couriersbedrijf. Mm-hmm. En daar heb ik mijn eigen rol. Dat denk ik, dat was het wel onderweg. Ja, ja, en, ja, wat zal het zijn? Een 2500 tot 3000 kilometer per week. Ja, en dan veel carnavalsjedekens in de auto, hè? Alleen maar. Alleen maar. Ja. Ik koos het LVK, koos een grote kop, moest ik nog op televisie komen. Ja. En hebben ze dan even nog tijd voor hobby's? Ja, muziek, hè. Ja. Ja, muziek en een beetje dat, het radio gebeuren volgen, dat vind ik heel leuk. Alles wat er om mij draait, qua techniek en zo, en ja, ik kreeg me de tijd wel aan om. Ja, ja. En Miranda, wat is tegen het dagelijkse leven? Nou, ik ben Toes, ik zit in de WIO, ik heb helaas een hersenbloeding gehad, dus ik ken in mijn werken. Ja. En dus heb ik een hondje daarvan, ik verveel me wandelen, of sporten, of lezen, en zo verder mijn tijd. En mij vervelen. Ja. Oh. Dat zal geen hobby zijn. Nee, deze verder geen actieve hobby's. Ja, af en toe gaat knutselen, hier en daar, gaat varen, wat me invult, dat doe ik dan. Ja. Zoals ik dus lekker bezig. Ja, maar ja, het sporten, dat doe ik dan wel twee of drie keer in de week. Ja, leuk. Nol, die uitdrukking. Ja. Die waren wel heel apart. Ja, goed, ik wou met mijn ja, maar wie zo apart? Lekker niet zo goed wie apart. Nou ja, er wordt een egg in een gezet, maar er worden zoveel hints en aanwijzingen. Ja. Dat hou vanzelf wel mos gewoon weten werd hoor. Ja. En ik heb nog nooit in een prins zingend tere uit de papier zien komen. Dat klopt. Dat was eigenlijk ook op advies van de Raad. Die zeiden van, nog wel wat de gedanken gaan doen dit jaar. Ja. Want normaal werd er altijd afgeteld van 11 naar 1. Zeg Loester, zeg, als je dit wilt gaan doen, dan kom ik ook zingend goed. Ja. Zeg, dan wieken we dit jaar helemaal af van het protocol. Ja, ja, en dan gaan ze denken van, ja, wat zet ze voor muziek? Ja, er horen vier stukjes muziek volgens mij. En dat was Henk Hover met de Prins van Ophoven. Ja, omdat ik Henk zo persoonlijk ook wel goed ken en omdat Henk van Eggers en ik 30 jaar en eigenlijk gewoond, dacht ik Prins van Ophoven bij Henk Hover. Als tweede ga ik, help ik even jongens. Dat is DJ van de DJ uit het zuiden van Patrick Roger. Ja, DJ, nou ik ben in de DJ. En als derde hou ik Fruitshoppen van de Patronaatsknoppen. Ja, ik heb een radioprogramma gehad, dat heette Fruitshoppen met Mol. Vandaar die hint. Ja, en als laatste mijn eigen nummer de Limburger. Ja, ja, het wordt overduidelijk. Wel heel leuk, moet ik zeggen. Bedankt aan Peter Evers, hè. Uiteraard, ja, ja, maar Peter, wie Peter komen, ja, dat vond ik dat heel leuk om te gaan doen. Ja, ja. Is toch helemaal geen angst, toch? Ja, een geweldig oerleuping en een geweldig seizoen vroeg. Hè. Ik heb al veel metgemaakt en ik ga ook nog veel metmaken. Ja, de optocht, ik kan er ook nog aan, hè. Ja, 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 de optocht, receptie. Ja. En de recepties bezoeken vind ik heel leuk. En sowieso, als ze pak aan hebben, is altijd leuk. Ja, ja. De veranderse mensen. Ja, ja, ja. De veranderse van nul naar nul. Ja. En dan nog een prins. En dan een prins, ja. Ja, ja, afsluitend, heb je ook een motto? In de spreuk? In de spreuk, ja. Daar heb ik over nagedacht. Want het vorige al vroeg ik dat ook. En toen zeg ik tegen Mer, als ik een motto natuurlijk ook ga bedenken. Ik heb er in de nagedacht. Maar ik ga het proberen hem naar toe te spreken, want ik moest hem maar klippen. Wie zegt dat nu? In Urmond geboren, in eigen groot geboren en in steen mijn hart verloren. Alleen is het nu ouder of nul, met vaste loren, dat hebben we allemaal nul. Kijk, en dat kennen we van midden, zo kom ik erom tegen. Overal in het steen zijn en ja, de thuisbasis Willys. En uiteraard in een optocht, daar komen ze ook langs en een keertje genomen. Conjoie, nou, prinses Miranda en prinsen Nol van Nieuwdorp. Dankjewel. Oké, okay, fijne vaste lopen. Geen probleem. En ze komen voor in het waterratteriek terecht. Er zijn vooral die Gera bezoek. En dit jaar in een nieuwe prins weer gepresenteerd. En ook hier weer een verhaal voor hem eigenlijk al neer te presenteren. Want hij is al op de televisie geweest. Want hij heeft ook nog het leedjesconcours in Urmond gewonnen. Maar nu in een andere hoedanigheid. Voor zijn welkom bij de nieuwe prins. En dat is? Prins Peter de Driede. Ja. Peter Evers. Ja. Beter bekend mag ik wel zeggen. Hè? Zo kennen ze mij als Peter Evers. Ja. Ja. Peter, ik mag aannemen dat het een gigantische verrassing is geweest, dat Stoeprins wordt. Ja, dat mag ik wel zeggen. Een heel gigantische verrassing. Ik had er echt nooit zo van nagedacht dat ik goed prins zou worden.
Dus wie Peter de Kuiper mij ook vroeg in Stijn op de parkeerplaats. Zeg, jong, heb ze het nog altijd zo druk de afgelopen jaar? Ik zeg, nee, komend jaar heb ik het veel minder druk. En ik had het eigenlijk nog niet uitgesproken. Dan zegt er, wie zou ze het vinden om prins te werken komend jaar? Ja, ja, en toen had ik even geen tekst. Ik dacht, ja, het is nog een grapje, maar dat wou me duidelijk te... Nee. Wel ooit op gehoopt en gerekend dat het misschien nog een keer zou lukken? Nee, had ik eigenlijk echt nooit rekening met gooien. Is ook omdat ik oorspronkelijk niet van Eurmond gebeurtig ben. En ik ben Duk Verhoes, wel altijd met carnaval bezig geweest, ook bij carnavalsvereniging geweest. Maar goed, nooit rekening met gooien dat ze zelf dan prins was ook gewoon. Dus dat was echt een enorme verrassing, ja. Ja. Ja goed, dat heeft zich de laatste jaren behoorlijk onderscheiden niet in, in het Wermensen. Zeker met het liedjesconcours even vooropgesteld dan. Hè? Oh ja, 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 dat is geweldig om te doen. Ja. Ja, de adjudanten beginnen te lachen. Je hebt zich nog meer onderscheiden dan. Ja, dat moesten ze maar even zelf vragen. Want dan zijn ze nog wel een oer aan het werk. Laten we dat maar. Ja, en dan beste Nederlandse prins. Daar hebben ze nog een mooie prinses bieden gaan. Ja, en al heel lang heb ik die al bij me. Ja. Moet ik even nadenken, hoe lang? Zo lang zelfs. Maar prinses Petra, geweldig dat hij erbij is. Ja. Zullen we meteen even door voor de hengelen. Prinses Petra, ook gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ja, waar liggen dan de roots en waar komen we dan allemaal vandaan? Ja, we hebben altijd wel een keer carnaval gevierd. Hè? We hebben heel lang voor verschillende woonplaatsen gehad, maar altijd wisten we toch wel ergens aan te sleten met de carnaval. Ja, en hier kwamen we natuurlijk in een nest terecht. Ja. Dat was een rattennest, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. In het dagelijkse leven, waar zouden we de Ludig dan van kennen? Want ja, dat best nu in Ornades Prinses, maar wat is het op maandag en vrijdag tussen 8 en 5? Ja, ik werk nu inderdaad van 8 tot 5 en van morgen tot vrijdag. Maar ik heb ook heel lang in de ploegendienst gewerkt. Ik ben kinderverpleegkundige. Aha. En ik werk op een school met speciaal onderwijs. En ja, ik ben gespecialiseerd in revalidatie voor kinderen. Nou, het is een intensief werk, hè? Best wel, ja. Ja. Maar ook dankbaar werk? Ja, 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 absoluut. Ja. Ja. En de prins, wat deed hij in het dagelijks leven om aan het eten te blijven? Ja, ik ben hoofd van de opleiding verloskunde van Hogeschool Zuid. Vroeger heet dat de vroedvrouwenschool. Ja. Meestal kennen de lui dat dan wel. Ja. Dus ja, daar ben ik heel erg druk mee bezig. Ja. En levendig al hebben boet dan, hè? Wie dat? Veel leven in de boete, hè? Ze waren niet bij ons geboren. We leiden verloskundigen op. Okay. Ja, wordt er niet gesimuleerd aan? Jawel, maar die zeggen niks strak dan. Het is allemaal met computer gestuurd en zo gaat dan poppen. Ja. Dat is chic. Ja, hier in het water had Rieke de schoot toeven, hè? Ja, geweldig. Ja, ja. Ja, absoluut. Het is wie Petra zei. Komen ze in een ratteriek terecht. Ja, het water ratteriek. Ja. Dat is ook echt vanaf de eerste dag dat we hier horen. Ook meteen opgenomen in de buurt en verder ook de gemeenschap. Maar ja, dat moest ook zelf toch natuurlijk gaan doen. Overal en mee doen. Ja, dat wordt wel toevertrouwd, ja. Dan wordt ze ook geassisteerd door een jeugdprins, hè? Ja, ja. En wat voor een? Ja. Het... Ferry, wat voor een, hè? Ja, daar zullen we eens even naartoe gaan, hè? Want de jeugdprins van de waterratten, dat is toch ook een ganse eer om dat te weren, hè? Ferry, wie heeft ze nog met achternaam? Stassen, Ferry Stassen. Ja, en je mag aannemen dat zich nog wel naar Schwalge is. Op welke zetste? Was zo de Avondrijn, maar dat is wel een Noorderberg. Ja, even de brug over. Nee. Nee, de Weegaaf is. Oh nee, dat moest de Bruggeuver, hè? Ja. Ja. Dat is toch gaat, hè? Die verwarmende zie de Bruggeuver moeten, hè? Ja. Ja, ja. Kent ze voor het jaar een liedje op zingen bij het concours? Ja. Ja, en heb ze nog hobby's? Ja, ik zit op voetbal bij de E1, rechts voor. Aha. En... Vind je goorlijk maken al? Ja. Ja, ja, dan wisten voor aan, hè? Ja. Ja. En ik doe vusje. Vusje? Wat vindt zich dan? Oud schön uit het water? Of? Nee, ik vis gewoon op visje. En welke? Wat zit hier nog allemaal? Van alles in geel en Elslo. Ja, en dan worden ze weer teruggezet of het mam zelf gaat lekker in de pan? Nee. Nee, zo ben ik niet. Nee, doe zet ze terug. Ja. Een sportieve prins. Ja, wat ga je nog doen? Is nog het speciaals met de jeugd hier in Werdemund? Nee. Nee, ik woon met de grote prins met. Ja. Ja, dat is wel gezellig, hè? Ja. Dat dacht ik toch. Het is ook hier het blijtje, hè? Het carnavalsblijtje. Daar staat ook een ganz stukje voor tegen. En dat is ook een spreuk. Hè?
Wil ze jongens aan de lui op de televisie vertellen? Ja, is goed. Met veel gezin en een lach op mijn gezicht wil ik uw vastelavond achter raken. Gewoon voor er samen in de schitterende vastelavond van maken. Dat is netjes, jong. Dat gaat wel lukken, hè? Ja. En gewoon eens kijken of de kwade prins ook in en uit. Ja. Ja, ja, Ferry. Sorry, Peter. Ja, even wisselen. Peter, wat voor mij is allemaal de afsluiting. En dat is dan het overzicht van ja, de hoogtepunten waar ik nog te wachten stoon. Ja, dat is al veel hoogtepunten met je maakt. De Utrupping natuurlijk. Hè? Ja, ja, dat is wat ze zich vragen van wat zijn de hoogtepunten. Maar ja, tot nog toe is het eigenlijk alles is een hoogtepunt. Dus in die zin, ja, nu vandaag hebben we Prinsheid. En dan komende week nog een aantal recepties. Volgende week onze eigen receptie. En ook zo blijven doorgaan. Ja. Toen met Ashwoon zich. Ja. Ja. Dan nog een één vraag. Het is één vraag die ik hem elk jaar druk. En dit jaar werd ze aan de prinses van de Waterrat gesteld. En u vervolgt zich misschien met wie is het nu om neven een prins te slopen? Nou ja, het is altijd al heel speciaal geweest. Want het is gewoon mijn bruinprins. Ja. Okay. Een van de mooiste antwoorden van de laatste jaren. Dankjewel. Ja, goed, elke jaar kreeg een van de prinsessen die vroeg gesteld. Peter, tot slot, ja, veel spas toegewenst met die spreuk. Mijn spreuk is, ja, zoals alle u weten, Urmond oud en nu. Ik heb mijn spreuk dan ook gemaakt. Bussen van oud of bussen van nu, met vastelavond, snappen zich hier, alle lui. Kijk, daar kunnen we wat mee doen. Hè. Ja. Carnavalsmondig. Ja, ja. Ja. Carnavalsmondig, dan gaat het hier gebeuren. Hè. Dus ja. Iedereen is natuurlijk goed genoeg om nog echt te komen kijken, zeker op de wagen. Hè. Want ja, Peter, dat jij ook een hoogtepunt weer, hè, bovenop de wagen. Letterlijk, hè. Letterlijk en figuurlijk, ja. Ja. Goed, God daarvan geneten. Want het is natuurlijk gegund om hier in dit waterrad prins en prinses te weren. Ja, dat is onnoemelijk mooi. Ja, geniet ervan. Ja, dank je wel. En ze komen dan weer in Berg aan de Maas, Nattenhoven terecht. En de laatste prins wat altijd doet geroepen werd, dat is de van de Lombokkers. En dan komen we eens kennis maken met de nieuwe prins. En daar stelt zich nu eens aan ons voor. Goedemiddag. Mijn naam is Michael Opdekamp. Ik ben prins Michael de Nierse. En wat deed Michael zo in het dagelijkse leven? Waar zouden de lui in Steen zich van kennen? De gemeente Steen. In het dagelijks leven ben ik rioolreiniger. Ja, we doen de ondergrondse infrastructuur zuiver maken. Ja. Dus, dat is zeer belangrijk werk. Ja, ja, ja. Ja. Ook hier in deze gemeente ook? Ja, hier doen we ook wel eens regelmatig ook werkzaamheden. Ja. Ja, ja. Ja, dat is ja, een apart beroep, maar dankbaar. Ik denk dat iedereen er blij mee is als alles open is. Mike, ja, dat is niet alleen prins, hebben ze ook een prinses biedig. En wie is dat? Dat is prinses Ramona. Dat is mijn vriendin. Ja. En dan Ramona. Ja, meteen even dan vragen. Wie is Ramona Wier en wat is tig? Ik ben tandartsassistente. Ik heb twee kinderen. Die breng ik dan ook naar school, uiteraard, hier in Berg. Dus gezellig met z'n veren maken we er gaat chance van. Ja. En ook nog hobby's, neven de drukke kinderverzorging dan? Ja, de kinderen. Ja, ja. En de friends natuurlijk. Ja. Ja. Ja, daar komt ze dan niet wel mee door dan. Jazeker, hij hem vol. Mike, ja, de woont ze op een mooie locatie, ja, de doorgaande wegen in Berg. Maar wie zijn ze eigenlijk bij zich terechtgekomen om dit als prins uit te kiezen? Nou, ze worden denk ik op zoek naar een prins. En ja, daar kennen ze maar één vinger en dat ben ik. Ja. Hij is al in het verleden al eens kenbaar gemaakt van dat het zo wel eens gaat voor zijn. Nee, dat niet. Ja. Maar de vorst Franseuse deed daar wel voelsprieten voor. Ja, ik denk het, ja. Voor de vragen. En meteen van, yes, dat gewoon voldoen? Nou, voor mij worden het toch wel even, ik heb er wel even over moeten nadenken, maar de prinses die hij wil zich uit van, ja, dat moet er voldoen, dus ja. Bestek zo'n facebase? Ja. Ja, enorm. Zit je ook ergens bij aangesloten bij een van de vereniging, wat al een kapel of zo misschien feest hield? Helemaal niet. Nee. Ja, maar gewoon carnavalisten en ardenieren dan. Mm-hmm. Zo mogen we het wel stellen, ja. Mm-hmm. Leuk. Ja, Utrupping, dat geeft altijd de paard. Hè. Dat is altijd de laatste prins. Vindt ze dat niet rot? Of is dat gemaakt en ze op andere plaatsen gaan kijken wie het werkt? Ja, we zijn op een receptie ergens gaan kijken van waar ze allemaal te wachten ging staan. Dus ja. Wat een voorbereiding eraan. Ja. Ja, hier gaat het op een aparte manier. Hier wordt de eerste prinses uitgehaald. En dan moet er in mijn rode weer zo dat de minst van zijn. Hij wordt ik niet zo kennen, maar dat viel wel met haar. Mm-hmm. Ja.
Wel goed ervaren allemaal. Ja, heel leuk, heel leuk. En hoe, wat zijn voor u dan de punten, de eikpunten, wat je naar uitkijkt of wat je denkt van nou dat en dat gewoon vandaag metmaken, lijkt me als wat schoon. Nou, dat, op de wagen staan, dat kijk ik wel heel erg naar uit, ja. Daar hebben ze van gezegd van, dat is echt een kippenvelmoment, dus... Ja. En dan, flink slok gooien naar me gaan, hè. Ja. Het is wel de moeite weer om altijd naar Hienenberg en de Maas te komen, hè. Mm-hmm. Ja. Dat is zo. Zeg, dit jaar ook geassisteerd door een jeugdkoppel, hè? Ja, ook. Ja. Dat is, daar kun je binnen dan, hè? Ja. We zullen er ook eens even kennis gaan maken. Heb je zich ook een leesbrug? Kom ik dadelijk bij die terug? Ja, die heb ik. Ja, oké, dan kom ik die dadelijk even bij die horen. Dan komen we meteen even aan de andere kant. En daar staat alweer een charmant koppel, nee, voor mij. De jeugdprins van Berg en de Maas dit jaar. En wie had steeg? Hoi, ik ben Gilliam Leemans. Ik kom uit Berg en de Maas. Ja. En ik ben jeugdprins Gilliam de Eerste. Dat is een hele eer, hè, mag ik wel stellen. Ja. Ja. Wie best ik gekozen tot prins? Oeden Pol of zijn ze ook komen vragen? Ja, ze waren toen een jeugdprins in het circuit en toen waren ze briefjes op school. Ja, daar heb ik meteen de kans gepakt. Mm-hmm. Ja, en de werd geassisteerd door een charmante prinses, hè? Ja. Ja, zullen we ons gaan vragen wie dat is, hè? We hebben sticht aan. Hoi, ik ben Quincy en ik woon in Urmond en ik zit hier in Berg op school. Ja. Kent Gerig ook van op de school dan? Ja. Ja. Oh, nog toevallig bij één in de klas? Nee. Nee, dat niet. Niet meer. Ja. En ging het bedicht dan ook zo? Mocht ze zich ook opgeven voor prinses? Ja. Ja. Ging het bedicht aan? Ja, ik kreeg hem. Ja, die mocht ze een briefje pakken. Mocht ze invullen en dan inleveren. Mm-hmm. En dan mocht ze dan. Ja, dan moest ze hun afwachten. Dus. Ja, joh. En dan komt ze echt goed en het wordt jippie. Ja. Ja. Hoe vingen de kinderen dan in de klas dat Geer dan, dat zich dan in dit geval prinses is? Ja, dat vonden ze wel heel erg leuk. Ja? Ja, ja. En bij dicht hetzelfde nummer aan? Ja. Ja? Ja. Dat, wat gaat Geer nog doen? Alleen met de grote prins of heb je nog het jeugdactiviteiten in Berg en de Maas? Ja, die kinderen met die gaan, wat is er nog meer? Ja, doen optocht aan. Ja. 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 Ik ga het eigenlijk aan de grote prins vragen. Heb zich ook een spreuk? Is, ja. Ja? Carnaval is top en ik zit Berg op de kop. Hé, hey, dat is een korte. Maar wel een krachtige. En de prinses sluit zich daarbij aan of heb zich ook nog één, toevallig? Nee, maar... Neem maar goed de kop. Oh, ja, meestal zit de prins zijn en dan sluit de prinses zich bij aan. Nou, het gaat dus hartstikke goed met u. Welkom nu hier in Berg met een optocht en alle feestelijkheden. Ja. Ja. Gaan we nog even terug naar de grote prins, hè? Want ja, je moet natuurlijk achter Mike aan gewoon, hè? Ja. Logisch. Ja, voor u gaat het natuurlijk ook het topseizoen weer. En, hè? Dus wat dat betreft is het hier altijd wel in orde, Berg en de Maas nat en oven. Moet wat hij daar van een naam noemen. Ja. De spreuk, tot slot. De spreuk is, laat gaan. Ober, doch mee in de pils, want na Ash woonzig is het gedaan. Ja. En bestelt ze even de prinses met? Ja, dat... Zo, die wil dan een oven om. Goed, dan weet de dober, staat alvast. Die wat nu naar deze uitzending gekeken hebben, wat terug moeten brengen. Goed, dank voor uw voorstelling. Fijn dat vrouw Björk op bezoek moest komen. Ja, ik zit altijd de laatste in drie, maar dat geldt voor dicht wel. En volgend jaar een extra lang seizoen, want bij zocht de laatste wat we er moeten aftreden. Mm-hmm. Maar daar kan er voor nu nog niet over. Nee. Goed, genieten. En ook voor de kijkers, dit wordt het weer, de presentatie van dit jaar. Weer 7 nieuwe koppels in onze gemeente. En als laatste kind je natuurlijk altijd op dinsdag naar Berg en de Maas komen. Supergezellig met dit prinsenkoppel. En de jeugdprinsen kan het niet meer schoon. Toch mich maar een piepje.